Goedemorgen. Ik ga opstaan. Het is tijd om naar school te gaan. Goedemorgen. Ik ga vandaag laten zien hoe mijn dag eruit ziet. Yoghurt met kruisling. En ik zie jullie dadelijk op school. Ik heb hier voor mijn kop. En Ruben. Wat ook een klas moment is. Waarom ben ik dat voor? Vandaag starten met handbal, daarna een halve maan, daarna afwerken vanuit de kaats. Ik ga nu daar fietsen naar het station en dan ga ik vanuit Venlo de overstap naar Roermond en dan even denken, ga ik gewoon naar Weert natuurlijk en dan ga ik naar huis. Ik kom nou net van het station af, ik heb het echt heel koud, heel moe ben ik. Kijk maar, ik ben hier. En je moet het er maar voor over hebben jongens. Ik ga nou snel mijn fiets pakken naar huis en mijn vader brengt me verder naar Weertenbergen. Want ja, thuis kunnen we niet slapen met de verbouwing, tot zo. Hallo. Alles goed? Ja, zeker. Ik heb net getraind. Ja, ging redelijk. Ik vond het gewoon een normale training. Kom beter. Ja, dit is papa. Vriend. Goedenavond. Hallo. En dit is Sandra, mijn moeder. Net uit de bad komt. En is Sam ook thuis? Ja. Dit is Sam, mijn broer. Hallo. Dus ik ben nu op mijn kamer trouwens ook geweest. Nou, dan ga ik dadelijk ook meteen slapen, want ik moet morgen weer fit zijn. Ik moet morgen een wedstrijd. Nou, wij gaan vandaag, het is zaterdag, we hebben een competitiewedstrijd. We gaan tegen MVV voetballen. En natuurlijk gaan we die winnen. En het is nu 26 oktober. We gaan op dit veld dadelijk voetballen. En de zon schijnt dus. Let's go! Trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on these two. Made the whole year in a week too. Main chick out of their league too. Side chick out of their league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. And she clean it with her face, but you love your baby. You talking money, need a hearing aid. Talking about you, you don't see the shade. Switch up your style, you take any lane. Switch up your cup to feel any pain. Look what you've done.
You're a pretty little star boy. Look what you've done. You're a pretty little star boy. Ben ik weer na de wedstrijd. We zitten nu op te ruimen. We hebben de stadsderby tegen MVV gewonnen. Met 13, weet ik nog wat. En ja, we hebben dus de derby. We zijn nu een goede stemming. En dan, ja, zie ik je later weer. Ik ben opgestaan, ja, gaan naar school. Daarna gaan trainen met team hoger, met de onder 13. En toen ben ik weer terug gegaan. En toen ben ik gaan slapen. Best wel druk, want ik heb eigenlijk nooit tijd om bijna te leren. Alleen op de woensdag. Want ik moet vroeg opstaan en weer, ja, laat. Ik kom laat thuis, elke avond. Maar ik vind dat wel leuk. Niet dat ik het irritant vind. Op de maandag train ik met de onder 12. Met de dinsdag train ik met de onder 13. Woensdag heb ik vrij. Op de donderdag train ik ook met de onder 12. En de vrijdag met de onder 13. Omdat ze zeggen dat ik meer uitdaging nodig heb. En ze zeggen dat dat bij een team hoger kan. Gewoon duel, fysiek, pasen en overzicht ook. Nou, iedereen die zegt wel, Jay is goed in voetbal. Ja, hij heeft voetbal bij VVV, dit, dat, zus. Maar niemand weet eigenlijk echt hoe het werkt. En ik wou eigenlijk een PowerPoint over VVV houden. En dan ook meteen een stukje mezelf. Hoe gaat het, zeg maar, met een jongen die bij VVV voetbalt? Hoe zit dat in, nou eigenlijk echt in elkaar? Hoe ziet zijn week eruit? Dat ze er veel voor over moeten hebben. Dat je niet zomaar bij een profclub kan aansluiten. En dat je dan, zeg maar, gewoon lekker kan trainen. Nee, je moet er veel meer voor doen om uiteindelijk daar achter in de koel te komen.